Genoeg, gezond en goedkoop voedsel lijkt vanzelfsprekend, maar is dat niet. Voor voedsel moeten boeren keihard werken. Vee vraagt altijd aandacht, voer en drinken. En biggetjes komen ook gewoon 's nachts ter wereld. Het land moet bemest, geploegd, gezaaid, het onkruid gewiet en het gewas gecontroleerd op ziekte en plagen. Het werk is nooit af. En 's avonds laat wacht nog de omvangrijke administratie en lezen boeren hun vakbladen. Boeren zijn trots op hun vruchtbare land, hun gezonde vee en hun mooie gewassen. De natuur is prachtig, maar soms ook weer barstig en wreed. Dieren worden ziek of gaan dood. Wie beesten heeft, zal vellen krijgen. Het weer is soms te nat of te heet en planten verzuipen of verdrogen. Op belangrijke momenten als het doorgeploeterd moet worden, gaat de tractor kapot. Met zijn zakmes en een touwtje kan een boer wonderen verrichten, maar steeds vaker is meer nodig om problemen op te lossen. Een scan, een computeranalyse of een app op de mobiele telefoon. Gezond voedsel vraagt aandacht en zorg. Zwakke lammeren krijgen 's avonds laat een extra fles en het hele gezin werkt mee als er gehooid moet worden. Boer zijn is geen beroep, maar een manier van leven. Plattelandsgemeenschappen zijn hecht en als er hulp nodig is, staan de buren altijd klaar. Boeren vieren samen feest of vergaderen in de zaal bij het dorpscafé. Maar steeds vaker ontmoeten ze elkaar ook op sociale media en geven ze hun ongezouten commentaar via Twitter. Voedsel produceren vraagt kennis en ervaring. Een ons-praktijk weegt meer dan een ton theorie. Maar ook trotse boeren hebben hulp nodig. Van hun dierenarts, accountant of leverancier van voer of zaad. Ook via vakbladen, nieuwsbrieven en internetsites krijgen boeren onmisbare vakkennis aangeboden. Agrimedia is er trots op dat ze met andere specialisten en leveranciers de boeren terzijde mag staan.